natuurlijk wel, natuurlijk. Wie spreek ik? Henry Kikken. Henry Kikken. En jij zegt Madonna, hoor ik? Ja, natuurlijk wel. Oké, we gaan kijken. Kom maar lekker dicht bij de radio. Kom maar lekker dicht bij de radio. Wat is jij, Bressie? Ik kan dat niet, hoor. Zit Duncan er ook? Wat zeg je? Zit Duncan er ook? Duncan Fresh. Ja, die doet hier achter de scherm. Oh? Ja. Oh? Wat heb jij? Krijg je nog geld van hem? Dat jij nu zegt, ik werk bij de Belastingdienst. We proberen al jaren te pakken te krijgen. Goed, als je dit lekker dicht bij de radio komt, dit zijn jouw prijzen! Ja, zeker! Je krijgt een uniek geld. Van de Wilde de Middag. Pech onderweg was nog nooit zo fashion. Dus stop hem in je camper, fiets of vouwwagen. Want je weet het, ik rijd veilig of... Ik rijd niet. Heel goed. Ja, knap. Heel knap. Zeg, nog even over Duncan Frosch. Wat heb je met hem? Want hij zit hier in de studio. Heb je iets doorgegeven? Ja, mijn collega bij RTV Parkstad. Ja, het mooie is, wij werken met allemaal mensen, jong talent samen. En die proberen dan zeg maar ergens. En die moet dat hier werken. Die moet dat eerste jaar moeten ze allemaal drugs regelen voor ons. Ja. En het tweede jaar alcohol. En het derde jaar dan met een beetje geluk. Dan, maar ben je ook DJ? Ik ben de broer van Patrick Kikken, Henry Kikken. Gadver. Het is de wit. Ik weet wel dat ik over mezelf heb afgeroepen vandaag, zeg. Met mijn ruzie maken. Loco en Acapulco van de Voortops. Ja, we hadden net... ik weet niet of je Patrick Kikker nog, Kikken nog kent. Maar Patrick Kikker was vroeger een radiomaker, radio-dj. En die schrijft tegenwoordig media-stukjes over mensen die... meestal is hij niet zo heel aardig. Kritische columns. Ja, kritische columns. Ja. En dan meestal dan eens per week of twee weken. Ik weet niet hoe vaak die column is, maar dan zijn mensen aan de beurt. Dus, maar dit was zijn broertje, toch? Dit was zijn broer. Ja, broer. Of broertje, dat weet ik niet. Dus, en die is nu heel boos. En Gijs had hem net nog aan de telefoon. Toen ja, wat had jij ook alweer gezegd? Hij zei, ik ben de broer van Patrick. Zeg ik, gadver. Wat ik ook meen. Maar, vond Henry niet kunnen op landelijke radio. Niet. Nam die je kwalijk. Oké. Je hebt al best wel veel mensen ruzie nu. Ja, met heel Zalland, met heel Den Haag en Duindorp en omgeving. Ja, gaat lekker. Mag de Limburgers met Brabanders door elkaar halen? Dan heb je dat ook nog gekregen. Oh, dat vind ik wel leuk als je dat nog even doet. Zwarte gedeelte van de maatschappij moeten we nog even hebben. Joden. En nou, het gaat lekker. Dus het lukt wel voor 7. Denk ik. En voor 6 ook wel.